Welke keukenapparatuur heeft u allemaal in huis? Hoeveel tijd hebben we? Vast, hè? Een oven. Een oven, een microgolf, een 5-pits, 4-pits ding. En een goede koelkast. Op een gegeven moment hebben we gewoon een complete keuken gekocht met alles erop en eraan. Ja. En voor welke merken zijn die? Bijvoorbeeld die keuken, afwasmachine? Volgens mij is dat Siemens. Alles. Siemens. En ATAG. Veel Siemens. Okay. Hoofdzakelijk, hè? Hoofdzakelijk, ja. Ik heb in huis Bosch. Veelal van Bosch, inderdaad. Hoe zou je dat merk omschrijven? Ik vind het een heel fijn merk. Het is betrouwbaar en een fijn merk. Je zei net Siemens. Hoe zou je dat merk omschrijven? Goed, ja. Kijk, we hebben een nieuwbouwappartement gekocht. En toen was de vraag van, nou, gaan we een dure keuken kopen of een goedkope keuken? Nou, toen hebben we gekozen voor een hele dure keuken met het oog op van de komende 10 jaar gewoon klaar. En dat klopt. Ja, gewoon een goed merk. Nou ja, Siemens staat natuurlijk bekend dat het wel een degelijk merk is, dus wat dat betreft was het gewoon prima. Stel, je gaat op zoek naar een nieuwe keukenapparatuur, een nieuwe afwasmachine bijvoorbeeld. Hoe start je zo'n oriëntatieproces? Ik denk heel veel vergelijkingssites, om te gaan kijken van wat is überhaupt een goede afwasmachine, waar moet die aan voldoen, waar zit een energielabel aan, dat is zuinig. Consumentengids, dat is wel iets wat we erg gebruiken dan. Ja. Dat is een goede vraag, want dat moet binnenkort wel gaan gebeuren. Dus ik denk dat ik bij wat verschillende adressen langs ga om te kijken wat er allemaal is op dit moment. Vindt u het wel fijn om even in het echt te zien hoe zo'n apparaat werkt? Ja, ik wil absoluut in het echt zien hoe het eruit ziet. Ik ga niet meer vanaf plaatjes of wat dan ook, dat soort apparatuur aanschaffen. Ik ben heel erg aan het oriënteren op internet. Alleen keukenapparatuur, dat wil ik gewoon ook eventjes voelen. Ja. Heeft u al van tevoren behoefte om het product eerst te zien? Hoe werkt het? Kan ik ermee koken? Ja, want soms kan het heel onhandig zijn. Dus een kookplaat of zo, dat moet wel een beetje handig zijn met je pannen en je potten en dat soort dingen. Het hangt er vanaf van welk apparaat het is. Laten we zeggen, hoe complexer het apparaat, hoe eerder dat een demonstratie gewenst is. Ja.